afgelopen twee wedstrijden voor Nick werden in de allerlaatste seconde bepaald. Hè? Twee weken geleden verloren ze in de allerlaatste seconde van top. Vorige week in de allerlaatste seconde gelijk tegen Blauw-Wit. Verwacht je vandaag weer zo'n uitslag? Nou, ik had het toevallig net over. Als ik een verwachting mag uitspreken, dan wordt het inderdaad of zo'n wedstrijd, of DOS gaat het makkelijk winnen. Nou, volgens mij verzin je dit niet. Als je zo verliest, nou, dat verzin je niet. In de laatste seconde, dat is echt spannend. Maar ja, dat je überhaupt terugkwam, dat was ook al heel mooi. Dus daar werd het ook weer heel spannend door. Maar dat je hem dan zo verliest, dat is gewoon kut. Maar ja, wel een spannende wedstrijd, dat klopt. Nou, we zijn hartelijk welkom bij Giftenzaai TV nummer 10. We zijn in Groningen, we zijn in het Alpha College Sportcentrum voor de wedstrijd Nick Alpha College tegen DOS SWR Engeldorp. Ik sta hier samen met Jan-Jouke Vlokstra. Jan-Jouke, jij was coach van DOS 46, maar ik zie je niet bij de Dossen staan, ik zie je bij de Nikken staan. Hoe zit dat? Nou, ja, ik heb misschien een dubbele pet vandaag. Mijn hart ligt nog steeds bij DOS, maar ik ben jeugdcoördinator bij Nick, dus ik gun Nick ook wel wat. Maar mijn hart ligt nog steeds bij DOS en ja, daar gaat mijn voorkeur wel naar uit vandaag. Jij was twee seizoenen geleden was jij nog coach bij DOS 46. Hoe volg jij de ploeg nu? We hebben bijvoorbeeld de laatste Europa Cup gewonnen. Je hebt zelf ook een Europa Cup gewonnen met ons. Hoe bekijk jij het van een afstandje? Nou ja, goed, je volgt natuurlijk hoe de ploeg het doet. En ja, je ziet dat het aanvankelijk een beetje lastig is in het begin van de competitie. Ik heb weinig wedstrijden gezien. Dat komt omdat ik zelf ook speel weer. En, toch niet bij Nick? Niet bij Nick. Bij Gelukkig. Bij Hoogkerk. En dat is ook heel leuk om te doen, maar ik volg het heel op de voet, zeg maar. Nou, Nick DOS, hè, een belangrijke wedstrijd. DOS staat achtste, DOS staat vijfde en Nick staat achtste. Wat verwacht je er vandaag van? Volle bak? Ja, nou, het is voor het korbel leuk als het een volle bak is. En dat ziet er naar uit, dus dat is mooi. Ik verwacht, kijk, DOS heeft het altijd moeilijk in Groningen. Dat was toen ik zelf speelde al zo, dat was toen ik trainer was zo en dat zal vandaag ook wel zo zijn. Dus ik verwacht een zware wedstrijd met veel strijd. En ja, ik hoop toch dat DOS het aan de langste eind trekt. Vorig jaar verloor DOS hier met 20-17. Toen zei coach Kees Vlietstra, de wil om te winnen was vandaag het allerbelangrijkste. Dat heeft de doorslag gegeven. Wat denk je dat vandaag het belangrijkste gaat worden? Ja, nou goed, DOS heeft meer kwaliteit. Nick moet het vooral hebben van werklust en de vorm van de dag zal uiteindelijk denk ik bepalend zijn. De afgelopen twee wedstrijden voor Nick werden in de allerlaatste seconde bepaald. Hè? Twee weken geleden verloren ze in de allerlaatste seconde van top. Vorige week in de allerlaatste seconde gelijk tegen Blauw-Wit. Verwacht je vandaag weer zo'n uitslag? Nou, ik had het toevallig net over. Als ik een verwachting mag uitspreken, dan wordt het inderdaad of zo'n wedstrijd of DOS gaat het makkelijk winnen. Als DOS scoort, ga je dan klappen tussen het Nick-publiek? Ja, zeker. Ik klap voor goede acties en dan maakt het me niet uit wie scoort. Ik klap ook voor acties van Nick als het mooie goals zijn. Oké, dankjewel en veel plezier bij de wedstrijd. Dankjewel. Oh, no!
24-22. Jiska, dit is niet de allerleukste wedstrijd om na te beschouwen. Nou, dat kun je wel stellen. Je kiest er wel uit. Sorry. Jan-Jouke Vlokstra, oud-coach, die zei vlak voor de wedstrijd of het wordt een hele spannende wedstrijd of DOS wint dik. Kun je misschien vertellen hoe spannend het is geweest? Nou, volgens mij verzin je dit niet. Als je zo verliest, nou, dat verzin je niet. In de laatste seconde, dat is echt spannend. Maar ja, dat je überhaupt terugkwam, dat was ook al heel mooi. Dus daar werd het ook weer heel spannend door. Maar dat je hem dan zo verliest, dat is gewoon kut. Maar ja, wel een spannende wedstrijd, dat klopt. Met rust nog twee doelpunten voor, hè? 10-12. En toch ging het niet heel makkelijk. Nick verdedigde heel erg, hield de rebound bij ons heel erg weg. Waarom ging het zo lastig de eerste helft? Ja, zij verdedigen gewoon echt heel goed achter, heel zwaar achter. Van de scheids mocht praktisch niks, dus wij mochten niet breed gaan staan als dames. We moesten beentjes bij elkaar houden, zoals hij dat dan noemt. En daar hadden we het best wel moeilijk mee. En dan krijg je alle afstuitende ballen, nou ja, die zij heel veel pakken. En dat is lastig. Wat zei Daniel in de rust? Dat we door moesten gaan wat we deden, want er was heel veel strijd. We gingen er echt volledig voor. En de acties waren ook wel goed. Dus als we het neerzetten, was op zich ook wel goed. Beter kon het eigenlijk ook niet. Dus dat was prima. De afwisseling was goed tussen de spitsen. Dus dat was goed. Maar ja. Het eindresultaat is niet zo goed. Nee, het eindresultaat is zeker niet goed. Nee. Nou, ik weet nog niks van andere uitslagen. Ik weet niet of jij al wat gehoord hebt. Maar wat betekent deze nederlaag? Dat we nog steeds vierde kunnen worden. Gelukkig. Maar dat we de komende weken wel moeten winnen. En dat dit wel een zwaar verlies is daarin. Komende zondag hebben we KZ thuis. Ja. KZ wordt waarschijnlijk eerste. Gaan wij KZ nog vaker treffen in deze zaalcompetitie? Dat hoop ik wel. Dat betekent dan waarschijnlijk dat wij vierde worden en zij eerste. Maar ik had nog een beetje de hoop op de derde plek. Maar vierde zou al grandioos zijn. Op zich is het wel ouderwets, hè? Verliezen in Groningen van Nick. Nu wel heel bizar natuurlijk. Allerlaatste seconde. Maar dan wel gewoon de finale halen. Zo hoort het eigenlijk wel, hè? Ja, laten we het daar maar ophouden dan. Dankjewel en heel veel succes nog. Ja, dank je. De sporthal is bijna leeg, er wordt opgeruimd. Er staan nog een paar DOS 46 supporters. Sorry, DOS 46 Engeland supporters. Ik moet er nog steeds aan wennen, staan achter mij. Die zijn hun verlies aan het verwerken, aan het verdrinken, zou je bijna kunnen zeggen. We hebben nog even een hele kleine discussie gehad over die laatste bal lopen was. Volgens ons was lopen, maar dat neemt niet weg. Marijn, cameraman, ik kijk even de cameraman aan, die knikt. Dat Dorsten Witter Engeland heeft verdiend verloren van Nick Alva College in het Alva College Sportcentrum. Het zijn zo'n ouderwetse Nick Dos. Dos verliest. En we zien wel wat de rest van de competitie gaat brengen.